hekken anders, ja. Ja. Ja, het is wel klein hoor. Ja. De hoge hekken, want die zijn echt hoog, zeg maar. Je hebt daar overal heb je die grote hekken ook achter. Ja. Wij konden af en toe, als we het echt niet meer zagen zitten, ging ik samen met Jacco toch aan het hek staan. Ja. Gingen we naar de fietsjes kijken. Ja, heb je dat gedaan? Hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja. Hoe zie je de laatste maanden voor je? Ja, hoe zie ik het voor me? Nou, het is gewoon vooral belangrijk om te blijven doen wat je normaal ook doet. Mm-hmm. Alleen bepaalde dingen vallen gewoon stil. Mm. Snap je, een nieuwe bouwproject ga je niet 1, 2, 3 aan. Mm. Dit is zeg maar meer vorm boven inhoud verhaal. Mm-hmm. Okay. Het slaat natuurlijk eigenlijk werkelijk nee, het slaat echt nergens op. Een soort van bezigheidstherapie. Ja, ja. Want als je bouwer bent en je bent hier en je weet dat je in de laatste maanden, een paar maanden niet meer gaat bouwen, wat moet je dan? Mm. Dat is een beetje... En sta je er positief in of kan het positiever? Ben je wat negatief soms, als ik het soms zo zie? Wel een beetje kort lontje. Ja, waarom? Ja. Ja, weet ik als je niet. Iedereen mee wil krijgen, yes, dan moet je dat veranderen. Dat denk ik echt. Ja. Ja, nee, dat want er zijn echt heel veel, ja, dat bedoel ik helemaal niet lullig, maar echt veel domme mensen. Ja. En die moet je gewoon ook voor je zien te krijgen. En dat kun je wel. En je iets meer geduld. En ik zeg dit echt om je op te peppen, want ik vind dat je het hartstikke goed doet. Echt. Maar even die positiviteit erin. Lekker gaan en even die laatste paar maandjes... Iedereen lekker meenemen, meeslepen. En ik snap dat het zijn de laatste loodjes. Maar ik zou dat echt doen als ik jou was. Ik merk ook inderdaad dat... het is iets sneller op dit moment te veel dan dat het daarvoor was. En dat komt gewoon omdat er heel veel gebeurt. En af en toe ga je gesprek met iemand aan. En dan met goed bedoelde adviezen. En dan weet je eigenlijk wel hoe het eindigt. Frustreert het je. Ze worden opstandig. Ja. Ja. En uiteindelijk zie je dat ze er toch wel iets mee hebben gedaan. Maar waarom zeg je dan niet gewoon, joh, je hebt gelijk. Ja. En het hoeft niet eens van of ik ga er iets mee doen of ik ga erover nadenken in plaats van fuck you en stick erin. Als je nu iemand mocht kiezen die per direct de groep zou mogen verlaten, wie zou dat dan zijn? Ik denk dat voor de processen binnen de groep en samen één kant op, denk ik dat we op dit moment niet zo heel erg veel hebben aan Jens. Ik bedoel, hij draagt wel een steentje bij, dat absoluut wel. Alleen... als je zeg maar van een. Ik, af en toe probeer ik eens van een afstandje te kijken en dan zie ik toch wel groepjes. En dan heb je zeg maar. Het groepje wat altijd opstandig is. En die heeft dan ook een aanvoerder. Oké. En het is die hij. Band, die heeft Jens om. Oké, dus het is eigenlijk best wel een tegenwerken. Ja. Ja, maar ook weer niet, weet je wel. Het zorgt gewoon voor een hele hoop frictie. Oké, dus Jens zou je zeggen. Ja. Ja. Oké. En zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van dat zou ik. Dat kan ik misschien nu niet heel erg opbrengen, maar dat zou wel moeten. Kan ik je daarbij helpen? Kijk, want weet je wat het is, Jess? Jij of ik gaat ermee vandoor. Zo simpel is het. Toch? Ja, de kans is wel aanwezig. Denk ik ook. Ik vind het goed als één van ons wint. Maakt me niet uit wie. Nee, in ieder geval heb ik al die tijd ook gezegd... zolang er maar iemand wint die een echte utopiaan is. Iemand die... Ja, die ook gewoon hard voor deze plek heeft. En er zijn er gewoon te veel die dat niet hebben. Kun je er vier opnoemen? Dylan niet. Die komt binnen met de uitspraak, kom hier alleen om te tatoeëren. Ja. Niet zeggend dus. Milena niet. Nee. Andrea niet. Nee. Shelly komt ook alleen voor zichzelf binnen. Ik bedoel, die maakt er op haar manier wel. Maar zij heeft wel scheid. Zij heeft wel, en dat vind ik wel tof van haar. Zij is wel, je kunt lullen wat je wil, maar ze trekt het zich niet heel erg aan. Nee, te weinig. Ja. Nee. Kijk, vanaf het begin geef ik er bijna op dagelijkse basis dezelfde adviezen. Mm-hmm. Alleen, ze doet er gewoon niks mee. Mm. Snap je? En daardoor komt ze elke keer weer in dezelfde ellende. Mm-hmm. En voor haar eigen ontwikkeling en voor haar eigen positie zou het gewoon beter zijn als ze iets zou doen met de goed bedoelde adviezen van mensen. Oké, dus dat ze daarover open staat. Ja. Ik dacht dat jij echt Shelly leuk zou vinden. Serieus, dat lijkt soms echt zo. Sorry. Ja, ik wil niks droppen, maar dat dacht ik echt. Ja, is dat ergens zo? Misschien maar zo vandaag. Nee, ja, dag. Nee, je weet toch dat ik daar eerlijk in ben? Ik zeg toch alles tegen je? Ja. Nee, ja, ik, af en toe vind ik het wel heel leuk, meid. Ja, ja. En dan, maar soms trekt ze de bek open en dan kan ik het niet meer. Oké. Beetje zoals bij mij vroeger. Kon je het ook niet meer? Nee, af en toe niet meer. Maar nee. Het was wel ook anders. Hoor. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Nou, je moet gewoon echt de laatste maanden echt gaan knallen. En je moet je positief gaan opstellen en dan krijg je iedereen mee.
Dat weet ik 100% zeker. En natuurlijk is dat lastig, dus door de zure appel heen. Maar ik zou ze echt bij de hand nemen. En als ik je daarbij kan helpen of kan steunen, doe ik dat met alle liefde. Want wat ik zeg, één van ons twee moet ermee vandoor. Ja. En dat is gewoon belangrijk. En dat maakt mij niet uit wie. Want ik gun het je van harte en ik vind het ook dat je het verdient. Dat vind ik echt. Ik vind je gegroeid, je doet het goed. En ik vind echt dat je die oppepper kan gebruiken. Dus ik ben er voor je. Dat is lief. Ja. Dat je dit een high five ging geven. Ja, eigenlijk wel, ja. Hé, hey, maar is die boot niet ontzettend lek als een mandje? Een beetje, en zie je niet hoe scheef je staat. Ja, heel erg. Lig je dan wel lekker? Nou, ik heb er een rechte vloer in gemaakt. Ah, oké. En dan ligt Merel zeker aan deze kant. Ja, die kant. En die rolt dan heel langzaam mijn kant op en dan lig ik op het randje. Oh ja? En heb je nog steeds het apparaat? Ja. Ja? Maar we balanceren altijd op het randje. Ja, dat is waar, hè? Houdt wel spannend. Ja, dat is zeker waar. Ik vind het een leuk plekje, dit. Ja? Ja. Ik begin me nu ook wel weer thuis te voelen. Ik had de eerste paar avonden dat ik hier rondliep, toen werd het echt donker. Mm-hmm. En dan zie je die lampen weer, die bouwlampen. Ja. Weet je, oh nice. Ja, hè? Ja. Ja, maar je hebt het goed opgepakt de tweede keer. En ik vind het ook verstandig dat je bent gegaan. Ook voor alles wat we hebben meegemaakt natuurlijk. Ja. Ik merk dat je daar rustiger in bent. Dat vinden die ouders ook. Ze zijn ook trots op je, dat weet je. Ja. En ik vond het ook heel fijn om ze te spreken. Ze waren heel lief. Ja, dat is echt wel heel tof. Dat is wel heel bijzonder. Ze zijn echt hele lieve mensen. Ja. Ja. En ze zeiden wel, ga voor jezelf. Ja. En dan weet jij donders goed wat ik bedoel. Ja. Iets meer. Mag wel. Het is allemaal tijdelijk. Ja. Denk ik. De kans is het grootst. Ja, dus ga daar ook vanuit. Ja. 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 De kans is gewoon veel te groot als je ervan uitgaat dat het iets blijvends is, dat je bedrogen uitkomt. Je weet het zelf. Ja, je dat weet betekent het zelf. Niet dat je gelijk alles moet... Nee, tuurlijk niet. Nee, zeker niet. Maar je kunt wel relativeren. Nee, joh. Echt niet. En weet je, als je je daarover druk gaat maken de laatste paar maanden, dat is zo zonde. Ja, we zeiden toevallig gisteren tegen elkaar. Laten we in ieder geval gewoon zorgen dat we het leuk hebben. Ja, dat is belangrijk. En als er gezeik komt, daar moet je geen aandacht meer aan besteden. Dat is zo zonde. Nee. Laat maar lekker gaan, joh. Dat vind ik echt. Daar zit ik weer. Oh, wat ik... goede bedoeling. Ja, dat is wel echt het idee. Ja, dat is echt het idee. Ik ga echt proberen, geen drama te verzorgen. Daar ben ik niet op uit. Daar ben ik niet voor gekomen. Nee. Ik wil de pot lekker spekken. Ik wil je oppeppen. Ik wil dat je weet dat ik je steun. Dat vind ik belangrijk. Dat is lief. Ja, dat vind ik echt. Maar ik vind echt dat je het goed doet. Dus... En ik vind dat je echt vaak tegengewerkt wordt. En daar sta je echt alleen in. En dat vind ik wel heel knap hoe je dat volhoudt. Want het is echt niet makkelijk. En het zijn echt geen hoogvliegers. Heel lullig. Maar het zijn geen hoogvliegers hier. Nee. Dus je moet alles herhalen. En dat blijf je goed doen. Dat maakt het nog veel ingewikkelder. Ja. Want wie vind je het domst? Ja, natuurlijk kom je op Shelley uit. Ja. Echt? Ja? Oké. Ja, daar valt gewoon werkelijk wel geen land mee te bestaan. Oh, echt niet? Nee. Oh. Nee joh, dat ga je allemaal wel meemaken. Ja. Situaties. Dat. Waar denk je dat ik tegenaan ga lopen? Ik denk de eerste weken niks. Mm-hmm. Helemaal niks. Nee. En dat is gewoon op basis van mijn ervaring hier. Mm-hmm. Het maakte echt helemaal niet uit wat ik zei. Mm. De eerste paar weken dat ik binnenkwam, hadden we vergaderingen. Mm. Althans, had ik een monoloog van 3 kwartier. Mm-hmm. Waarbij er gewoon 14 aan het luisteren waren. Gewoon alleen maar aan het luisteren. Dat was je niet gewend, hè? Nee, toch echt nergens op. Ja. Ja, echt? Ja, grappig, hè? Ja, dat had wel impact, hè, dat je binnenkwam. Ja, en nu nog steeds. Ik had toevallig vrijdag met het feestje, was het dus? Ja. Ja. Had ik het erover met Milena, die had weer gedronken. Kwam ze naar me toe, ze zegt, ja, het was wel anders. Ze zegt, ik kwam hier binnen. Mm. En toen trok ik eigenlijk alleen maar met jou op. Ik liep alleen maar achter jou. En ja, wat Jessie wist het wel. Ja? Oh, ja. Schattig. En ze zegt, alles wat jij zei, dat werd gewoon gedaan. Ja. En ze zegt, en nu doe je het anders. Nu overleg je me met de groep. Maar het wordt alsnog wel gedaan. Ja. Dus je hebt wel een bepaalde overwicht. Ja. Wel, en af en toe worden mensen gewoon een beetje opstandig. En kijk, weet je wat is in de situatie waar ik in zit? Als mensen dan denken dat ze iets hebben gevonden waar ze me op kunnen pakken, dan doen ze het. Ja. En dat is gewoon een situatie waar ik ook in heb gezeten. En dat is gewoon niet anders. Nee. Kijk, als je dat niet wil, dan moet je gewoon go with the flow ergens in de achterhoede. Mm-hmm. Eens, ja, snap ik. Maar dat is ook niet waarvoor ik sta. Dus ik weet dan af en toe dat ik met sommige dingen de wind van voren krijg. En dat is prima. Oké, ja, dat hoort er ook bij inderdaad. Ja. Ja, kijk, als je wat wil veranderen, dan moet je toch zelf het hef in eigen handen nemen. Ja, zeker zo. Want iemand anders gaat het niet doen. Nee, dat is altijd zo geweest. Ja. En je moet bij een oplossing komen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en ze vergeten heel snel wat je doet. Hè.
Ja, ja, dat herken ik echt. Dat is echt achterlijk. Ja. Het is als je weer met het ene goede idee naar het andere idee komt. Zoals vanmiddag gingen we brainstormen. En ik gooide een paar weken geleden dat van die limited edition kistjes erin. De kistjes, die heb ik nooit bedacht. Nee. Maar op basis van de situatie waar we nu in zitten, het programma gaat stoppen, we gaan limited edition kistjes verkopen. Verkopen we er in één keer 500 in anderhalve week. Ja. Dat is toch meer dan bijna 5.500 euro winst. Ja. Van winst. Maar dat zit er niet in hier. En dat zijn ze dan ook gewoon direct weer vergeten. En dat idee van die Katie knuffel, daar nu al 1000 euro's mee verdiend. Ja. En woensdag komen ze binnen. Ja. Nou, en waarschijnlijk, geen garantie hoor, maar zijn die binnen een week, twee weken ook allemaal verkocht. Ja, heb je dat geloof veel, ik wel. Heel veel winst. Dat geloof ik wel. En dat valt niet op dan? Nee, maar dan gaan ze wel weer achterover hangen. Goh, dat hebben we goed gedaan. Ja, bizar, alles hè? Wat anderen doen, dat hebben zij gedaan. Ja. En alles wat ik heb bedacht, dat hebben we gedaan. Oh ja, oh ja, oh ja. Heel vermoeiend lijkt me. Ja. Volhouden. En ik hoef geen schouderklopjes of zo. Nee, maar het waardering. Het hoeft ook geen vertekend beeld van de realiteit. Nee, maar zijn, snap je? Daar hoef je niet druk over te maken. En Milène, die gingen nog wel best wel tekeer met elkaar, hoor. Echt, in de kont zitten en echt knuffelen. Ja, ik heb het ook tegen Gerrit gezegd. Ja. Ah nee, stel er niks voor. Ja, dag. Ja, ja echt. Ja, viespeuk. Maar welke dag is het? Maandag. Ja. Kan een kleine gap in zitten. Nee, grappig. Ja, ik ben toch echt heel erg benieuwd wat de groep er echt van vindt dat ik terug ben. Want dat is eigenlijk Hiske haar uitspraak. Oh ja? Ja, tijdens de vergadering. Oh ja? Dus, wat ja, echt wat van vind? Wat, als er twee mensen in een vergadering alleen maar aan het praten zijn, of drie. Ja. Dan in één keer uit het niets, dan zegt ze, ja, maar wat vindt de groep hier nou van? Oh echt? Ja, ja, ik vind haar heel grappig. Ik vind haar ook echt leuk. Ze wil ook cabaretier worden. Oh ja? Ja. Ja, ik vind het echt een leuk kind. Ja. Maar hij heeft ook wel de mening en volgens mij, ik vind dat wel een tof giet. Ja, die kan je er wel bij. Ja, hè? Ja. Ja, dat geloof ik wel. Ze is nu gestopt met roken, dus ze heeft nu... Oh ja, hoe lang al? Ja, anderhalve week of zo, maar het verandert niet, jongen. Waarom doe je dat hier? Ze blijft geïrriteerd ook gewoon. Oh ja? Ja. Nou, jij hebt het ook wel eens geprobeerd. Weet je nog hoe jij erbij zat? Dat ik Gina begon te schelden als ik op de bank zat. Zit je nou godverdomme op die bank? Nou, maar jij begon echt te trillen. Het leek net alsof je helemaal wappie gewoon werd. Gewoon ook aan mijn haren te trekken. Ja, zo je werd helemaal wappie. Nee, ging heel slecht met me. Ja, ging heel slecht met je, ja. Ja, en verschijnselen. Ja, echt, hè? En heb vanavond ook iets dat ze met z'n allen doen of niet? Gaat iedereen naar bed? Jouw laatste nu? Ik heb geen idee, ik heb geen tijd. Volgens mij gaan we met z'n allen om 8:30 douchen, tegelijk. Nee. Ja. Hoezo? Ja, dan kunnen we ook als rug wassen. Doe ja, dat niet doen mee. Wij hier. Nee, ik doe niet mee. We zijn op secte gedrag. Ach, godverdomme. Nee, echt niet. Doe niet aan mee, hoor. Ik ga ook niet in een kringetje zingen. Nee. Nee. Nee, we gaan vanavond niks doen. Ja, iedereen trekt weer terug zijn huisje in. Dat is wel jammer, hè? Vanmiddag begonnen mensen ook weer te drinken. Ja, ik zag het. Ja. Maar gewoon ook halverwege de middag. Het is echt te gek voor woorden. Ja, maar yes, even serieus. Je staat 1200 euro in de min. Heel erg leuk zo'n sponsordeal. Maar hoe haal je het in je hoofd om eten te bestellen op het moment dat er geen geld is? Ja, ik begrijp dat echt niet. Nee, ik snap je aan de ene kant. Ik begrijp het niet. Maar aan de andere kant, ik ben met name helemaal niet blij dat er geen eten is. Maar aan de andere kant, het is een beetje die balans die ik in één ook heb gehad met uitzonderingen. Mensen tevreden houden en geld uitgeven en werken. Het is, weet je nog die tijd dat ik ook op de financiën zat, dat het slecht voor stond. Ik zei, nou, dan gaat boodschappenbudget omlaag. Ja. Toen deed helemaal niemand iets meer. Nee. Af en toe moet je gewoon even een blijmakertje hebben. Ze hebben het nu over 2 weken nog steeds over de sushi die we vandaag hebben gegeten. Ja, okay. Dus het kan nu ook even 2 weken niet meer mis. Nee. Tenzij er iets raars of zo gebeurt. Dus een investering voor jezelf. Ja. Ja. Ja, en gewoon voor de groep dat het gewoon even... Maar ik vind het gemak waarmee dat wordt gedaan, er wordt best lacherig over gedaan. Ja. En dat is wel iets wat ik heel erg merk. Ik heb het gevoel dat ze de plek niet zo serieus nemen. Dat is best wel jammer. Kijk, je hoeft niet altijd alles serieus te nemen, maar ik vind wel... Ja, er is wel een bepaalde gemakzucht die ik voel. Oh, maar dat is het zeker. Maar ook toen ik binnenkwam, weet je, helemaal niet, echt niet erg. Iedereen gaat zijn gang en dat soort dingen, maar... Ja, ik zou toch willen weten, wie komt er binnen? Wat vind je ervan? Het boeit mensen helemaal niet zo. Nee, het boeit ze echt niet. Nee. We zitten echt hier voor zichzelf dus. Ja. 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 Ja, en een paar mensen eromheen. Ja. Maar ook dat hele proces wat wij
hebben meegemaakt. Daar kwam jij volgens mij ook net in binnen met Victoria en zo elkaar leren kennen. Ja. Dat hebben we hier ook niet. Nee. Je ziet sommige mensen die zie je gewoon ook af en toe dagen niet. Ja, je ziet ze dan wel even, maar dan denk je van, heb ik nou ook een woord met je gewisseld? Ja, soms dan zeg ik een goedemorgen, maar... Ja. Nou, en weten jullie veel van elkaar? Nee. Nee? Nee. Nee. Ik heb ook niet echt het gevoel dat de groep daarvoor open staat. En normaal niet in die laatste paar maanden. Nee. Nee, dat snap ik. Nou, zolang hier niemand rondloopt waar je seks mee hebt gehad, is er in principe niet heel veel aan de hand. Nee, dat is altijd zo. Tot het moment dat je de eerste keer met iemand bent gegaan. Ja. En dan is die drempel omlaag. Ja. Ja. Dan kan het ook wel een tweede keer. Ja. Maar jij viel toch niet op dikke vrouwen? Nee. Nou, dat heb je zeker heel vaak te horen gekregen, dat je dat hebt gezegd. Mijn wereld is vol slang. Oh, oké. Sexy mollig. Ja. Ja. Nee, ja, daar val ik ook eigenlijk helemaal niet. Nee. Ik vond eerst gewoon dat ze een knappe kop had. Ja, ze heeft absoluut een prachtig, echt prachtig koppie. Vind ik ook echt. En toen... En ik vind haar ook helemaal niet zo vol, hoor. Ze is gewoon gezet. Maar ik vind haar niet dik. Ja, jij wel. Maar jij bent dit gewend. Allemaal van die modelletjes, toch? Maar nee, ze is wel vol. Maar het misstaat er niet of zo. Nee. Helemaal niet. Nee. En jij mag gewoon... zelf eigenlijk helemaal niks zeggen. Je mag zelf helemaal niks zeggen. Ik ben ook sexy mollig. Ja, jij bent ook sexy mollig. Ik ben wel wat aangekomen hier. Ja, dat zie ik. Maar dat geeft niet, je sport niet, dus ja, houd het wel op. Okay. En je eet mayonaise bij je tosti. Ja, nog steeds. Ja, niet zo heel veel. Nou, ik zag toch echt best veel mayonaise. Dat heb ik later weggegooid. Ja? Niet zo op zitten likken? Nee. Ja, het is wat, hè? Ja, het is echt wat. Ja, het is echt wat. Ik vind Jordi leuk. Ja, hij ja, vind, ja? Ja. Ik vind hem echt grappig. Vindt hij mij niet leuk? Ja, weet niet. Die eerste indruk was toch niet helemaal, zei hij. Nee. Voor de rest heb ik hem daarna niet echt meer erover gesproken. Nee, maar ik vind hem wel... Ik vind hem wel... Hij zegt wel alles. Ja. Durft hij wel? Ja. Ja, dat zijn er niet zoveel, hè? Nee. Frenny is veel te lief. Dat is echt... Die is bijna aandoenlijk. Ja. Echt zo'n katje van kom maar lekker bij me zitten. Ja, het lastige wel aan Fren is dat ze is heel lief. Mm. Maar het kan ook zomaar zijn dat ze heel lief je woorden ontvangt... dan doorloopt naar de volgende groep en begint te vertellen. Oké, dus het is een beetje een kletsen. Maar ze kan heel moeilijk op zichzelf staan. Okay. Ze heeft bevestiging van anderen heel erg. Dus ze is heel onzeker. En dat is eigenlijk heel jammer. Want we hebben ook wel een tijdje meegemaakt dat Frenny heel anders was. Wat zelfverzekerder. Mm-hmm. En dat stond er wel goed. Mm. Ja, maar dat is ook een proces, denk ik. Ja, vind ik een lief kind. Ja, ik vind het een lief kind. Dat is ook zo gek. Absoluut. Ik heb gewoon een beetje met Jens dat ik denk... Ja, hij totaal geen aandacht, alleen maar zagen. Ik vind dat asociaal. Ja. Ik zou altijd heel eventjes de moeite nemen om... Ik had ook naar hem toe kunnen gaan. Maar dat zegt wel veel over iemand, vind ik. Ja. Hij staat de hele dag achter die zaagmachine. Een aardige vent, echt. Maar het zegt wel veel over hem. Ja, maar hij was ook de enige samen met Adriaan... die het geen flikken boeide dat het programma stopte. Oh, echt? En toen die dag daarna, toen drukte die maar wat tranen uit. Ja? Ja? Ja, omdat het moest van hemzelf. Ging hij heel demonstratief, ging hij toen de dag erna huilend op de bank in de silo zitten. Oké, ja. Snap je? En als je dan op zo'n moment echt verdrietig bent, dan ga je naar je huis toe. Ja, inderdaad. Of je gaat er van iemand anders toe. Je gaat niet midden in de silo zitten huilen of zo van, kijk, ik huil ook hoor, nu het programma stopt. Want dat merk je wel, hè? Je merkt wel dat mensen dan anders gaan doen, hè? Nu, ze willen er mooi op staan. Het is niet normaal. Nee. Het is echt niet normaal. Nee. Iedereen wil nu in één keer alleen maar goede doelen gaan steunen. Nee, hè? Ja. Ja, oké. Ja, dat is heel hypocriet. In één maar keer, daar prikken in mensen keer, toch doorheen? Ik vind het allemaal hele mooie initiatieven. Laat dat duidelijk zijn. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ik vind ook dat we mooie dingen moeten doen. Ja. Maar mensen die hier in zoveel maanden nog niks voor een goed doel hebben gedaan... en nu moeten er dagen georganiseerd worden voor kinderen met Down. Mm-hmm. Zieke kinderen moeten uit het ziekenhuis hier naartoe komen. Het zijn allemaal verschillende inwoners die dat in één keer roepen. Okay, en ik had in eerste instantie, had ik gezegd toen dat geld verdeeld werd... wij gingen gewoon vol op de producten, we geld verdienen. Ja, ja. Ik zei ook van jongens, als we mooie dingen willen doen... dan moeten we gewoon geld verdienen. En dan kunnen we hiermee 2.500, kunnen we 7.500 maken... en dan kan je nog meer geld aan goede doelen geven. Dat snappen ze niet, hè? Nee. Nee, dat snappen ze echt niet. Toen wilden ze een dag voor mensen met Down organiseren. Mm. Het zei ik in eerste instantie, ik ga jullie ook wel helpen als je het niet krijgt. Ja. Maar toen later had ik het er met iemand over. Ja. Die dag, ik zeg, nou weet je wat, ze hebben het niet gekregen. Ik ga eerst eens eventjes kijken. Of ze het echt gaan doen. Ze het echt gaan doen. Ja. Ze zijn er nog niet mee bezig geweest. Nee, moet je nagaan. Anderhalve week verder. Ja. Maar hoe graag wil je het dan? Ja.
Dus nou ga ik hem één deze dagen er wel ingooien. Dan gaan we wel gewoon kijken wat we kunnen organiseren. Ja. Maar het is misschien ook niet helemaal leuk, maar ik ging eerst... Nee, ja, maar ja, weet je, ja, snap ik wel. Ik denk ook dat, dat jij op die positie zit om dat te doen. Ja, ja, ik bedoel, je moet wel de intentie van iemand weten. En als het alleen maar is om zieltjes te winnen, ja, dat is het. Tuurlijk gebeurt het, dat weet ik ook wel. Maar is dat ook de kant van de groep die het allemaal niet zo boeit? Gaan die nu in één keer... Nee? Nee. Het zijn toch wel de mensen die een beetje het idee hebben dat ze er toe doen. Of toch wel besef van, joh, die eindstrijd, dat zou toch voor mij wel het verschil kunnen maken. Mm. Ja. Want naast jou en mij, wie schat je nog meer hoog in? Ja, het ligt er een beetje aan hoe het gaat werken en hoe de finale eruit gaat zien. Mm-hmm. Ik weet niet, kijk, je hebt natuurlijk als enige leidraad heb je natuurlijk die pol. Ja. 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 Die heb je gezien, hè? Die nu over het was gegooid. Ja. Ja, het was, alles was anders. Oh ja? Oké. Okay. Alexandra op 1 of zo? Ja. 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 Ik weet niet, de eerste 6-7 maanden dat ik hier zat, heb ik elke week op 1 gestaan. Ja, dus dat is een beetje gek. Ja. Oké. Okay. Alexandra op 1, Jens op 2 of zo. En wie was er nou op 3? Shelley op 3. Oké, oké. Okay. Okay. Ja. Maar het is heel momentgevoelig natuurlijk. Hè? Ja, tuurlijk, want het kan maar één keer. Kijk, Alexandra, toen zij net binnenkwam, was er best wel veel poeha. Maar zij is dus wel geliefd. Omdat ze gewoon wel... Het is echt een lief mens. En ze helpt iedereen en ze gaat iedereen troosten. Dus je weet nooit hoe dat werkt, hè, buiten. Nee. Er is geen pijl op te trekken. Nee. Maar ik denk dat Paul dat niet... Die is nooit leidend geweest, toch? Nee, kijk, er zijn ook natuurlijk... ze zien wel heel veel, maar... Als je uiteindelijk richting een eindstrijd gaat... Dan gaan ook de tv-kijkers bellen. Ja, dat klopt, ja. En de pols zijn mensen die alles zien op de streams. Mm-hmm. En die gaan ook echt volgens mij met ons meeleven. Ja. Want die zien ons nu dit gesprek voeren. Mm-hmm. En sommigen kijken niet eens de aflevering. Die willen dit zien. Ja. En die kijken er denk ik ook gewoon heel anders naar. En ik zeg niet dat het goed of slecht is of zo. Nee. Maar gewoon anders. Maar ik ben wel benieuwd hoe deze finale gaat lopen. Kijk, we zijn natuurlijk een afvalrace gewend. De vorige keer. Ja, dan zal het wel niet. Wat zeg je? Dat zal het wel niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. We gaan het meemaken. 3,5 maand. Dat is makkelijk te doen. Zo voorbij. Hè? Ja, dat is echt zo voorbij. Maar dat hebben ze echt niet in de gaten. Echt niet in de gaten. Heb je de naam van mijn boot gezien? Ja, schattig. Je bent echt verliefd, hè? Echt? Ja. Dat zie jij, hè? Die blik herken je natuurlijk. Ja, dat is echt hetzelfde laken en pak. Echt hetzelfde laken en pak. Oh ja, dus je de was... De laatste keer dat ik zo heb gekeken was in het atelier in 1. Nee, met de koptelefoon op. Oh, je bent ook een mooi hoor. Ben je net zo verliefd? Het is heel anders. Ik ging er toen ook wel echt helemaal in op. En nu ben ik ook buiten geweest en ik kan het wat meer relativeren. Ja. En ja... Weet niet, ik was in het begin wel echt heel erg verliefd en nu hebben we wat ellende met elkaar gehad. Ja, dan wordt het wat minder. Ja. 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 Maar ik vind het wel leuk. Ja, tuurlijk. Het is een leuk wijf. Ja. Het is een leuk wijf. En ik hoop wel gewoon dat het gaat werken en mocht dat voor zo lang mogelijk hier zijn of buiten, dat zie ik dan wel. Weet je, dat vond ze ook toen we het erover hadden niet echt leuk om te horen. Nee. Ze zit hier voor de eerste keer en ze heeft geen idee hoe het leven er straks uit gaat zien. Nee. Maar ja, even ervan uitgaan. Het is wel een diva. Gewoon... Het is wel echt een diva. Ja, serieus. En dat vind ik soms wel zonde. Want ze kan met haar persoonlijkheid kan ze positiever mensen benaderen. Ja. En soms doordat ze dat doet, haken mensen af. Terwijl ze als het andere kant op zou doen en wat meer bescheiden zou zijn, zou ze daar beter mee wegkomen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ja. Maar ook best wel heel stug. Ja, ja, vind ik ook echt. Maar ik vind het soms wel mooi om te zien hoe ze je aanpakt. Want dat zou ik nooit mee had ik nooit gedurfd. Nee, niet op de manier. Ze kan echt wel met gestrekt been erin gaan bij jou. Ja. Ja, niet terecht. Nee, daar ben ik ook niet echt heel erg blij mee. Nee, snap ik. Snap ik echt. Ja, ik heb heus wel eens voor de livestreams gezeten en ik dacht van, what the fuck, man. Maar ja, dat is zo, dat is eenzijdig. Dat is echt niet eerlijk. Ik weet hoe het hier werkt. Ja.
Ja, je moet gewoon voor de winst gaan, Jess. Dat is alles wat ik tegen je zeg. Ik wil je een oppepper geven. Ga met die banaan. Alles geven wat je hebt. Niet laten afleiden. Doe waarvoor je gekomen bent. Papa en mama trots maken. Opa en oma. Iedereen die thuis zit. Ja. Ja, moet je echt doen. Moet je echt doen. Zijn ze daarvoor leuks aan het doen? Zullen we roken? Ik denk niks leuks. Jelle is erbij betrokken. Oh. Je hebt echt haat naar haar, hè? Ja, haat liefde. Oké, ja, haat en liefde ligt ook heel dicht bij elkaar, Jess. Leuk, vind het leuk je weer te zien. Ja. Ja. Ik vind het ook leuk. Heel vertrouwd, helemaal niet. Ja. Al die tijd had ik gedacht, joh, ik hoop echt niet dat er iemand van één binnenkomt. Ik hoop het niet. Nee. Maar ik ben wel heel blij dat als het dan iemand is, dat jij het bent. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik denk dat ook je de enige bent. Ook al wist ik van tevoren niet. Ik wist echt niet hoe ik erop zou reageren, hoor, als het zou gebeuren. Nee, maar ik was ook wel benieuwd hoe jij erop zou reageren. Ja. Ik dacht, of hij wordt pissen, omdat hij denkt van, god, gaat hij eventjes nog de laatste 3,5.